Onze reis naar China begon in 2016 met een nachtvlucht van Frankfurt naar Shanghai. In Shanghai vertrekken we met een kleine groep voor een excursie naar Hangzhou, een economisch en toeristisch trekpleister van 10 miljoen inwoners. Tijdens de reis vertelt onze gids Lucy ons dat iedereen in China deze dagen vrij is en op stap gaat. Het is nu 9:45 en we zien elkaar weer om 10:45, in 1.5 uur. In het park Feilangfeng bezoeken we de boeddhistische tempel Lingyin, een van de grootste en rijkste van China. Het branden van wierook is symbolisch. Het legt een verband tussen de levende en de doden en tussen het aardse en het spirituele. Na een verregende tocht over het westelijke meer gaan we de oudste winkelstraat van Hangzhou ontdekken. '55 en '45, maar ik weet niet waarvan. In deze apotheek vertelt Lucy ons over de Chinese geneeskunde. In de kleine huizen zijn op de begane grond de winkels ondergebracht. De winkeliers wonen op de eerste etage. Dit is de oude stad van Shanghai. De architectuur staat voor yang, de fundering voor yin. Alle vier elementen zijn hierdoor verenigd en in harmonie. Vaak worden vrienden uitgenodigd, we plaatsen een tafel langs het water en we genieten van rustig samen zijn. Elena en Pierre Roger. Eén keer. Elena en Pierre Roger. Twee keer. Oké. We gaan. De volgende dag beginnen we met de wandeling over de Bund. Het waterfront van Shanghai. Daarna gaan we naar de tempel van de Boeddha uit Jade. Hierna brengen we een bezoek aan een staatswinkel waar zijde verkocht wordt. Van deze koopmomenten zullen er nog meerdere volgen, zoals voor jade en parels. Ter afsluiting van de dag staat nog een bezoek aan de Franse concessie op het programma. Een wirwar van winkeltjes en cafés. We zijn compleet. 31. We vertrekken met de hoge snelheidstrein naar Nanjing, 300 kilometer verderop. Thank you.
In de stromende regen bezoeken we het grote Jingu-park met een tempel ter ere van de 30.000 soldaten die tijdens deze oorlog sneuvelden. Chiang Kai-shek heeft deze hal in een memoriaal veranderd, ter nagedachtenis aan de soldaten die hier hun leven verloren. Tegen de avond komen we eindelijk aan op ons schip de Yangtze Explorer om uit te rusten. Het brengt ons over de Yangtze naar Chongqing, 2300 kilometer verder, stroomopwaarts. De Yangtze is hier breed en vrachtschepen varen in grote kolonnes onophoudelijk langs. China is aan het werk. S'avonds geeft de Chinese scheeparts een demonstratie van een nogal acrobatische uitvoering van Tai Chi, bij ons bekend als bewegingskunst voor ouderen. Het park van Lushan is niet voor niets werelderfgoed van de UNESCO. We bewonderen de steile rotsen, bloeiende bomen en langstrekkende mistvlaarden. In de nacht varen we verder naar Wuhan, de stad van de autofabrieken en sinds 2020 van het coronavirus. Si, il faut vraiment vous expliquer, c'est comme un lien entre notre monde et le monde de Bouddha. Vanuit de terrassen van de tempel hebben wij een goed zicht op de Yangtze. De verschillende etages zijn gewijd aan historische thema's, zoals legendes of landschappen.
opening a left foot and the left hand rotate. Et là, détend les épaules. Les mains vont se placer devant la ventre. De daaropvolgende etappe is Hichang, net voor de Drie Klovendam. We passeren eerst een oudere sluis bij een dam die de waterstand in de Yangtze stroomafwaarts regelt en komen daarna in meer toeristisch vaarwater terecht. De vrachtschepen maken plaats voor tal van cruiseschepen. De gids vertelt ons over de Tuijia, de etnische minderheid die deze regio bevolkt. We krijgen te horen dat China hun een zekere autonomie geeft. Morgen gaan we ze bezoeken. In Sanduping wordt het schip bevoorraad. Dat gebeurt met koelies die alles naar binnen dragen. Daarna mogen wij ook aan land om een tentoonstelling over de Drie Klovendam te bezoeken en hem van ver te bekijken. De productie van elektriciteit is gigantisch. 100 miljard kilowattuur per jaar. Dat is haast evenveel als de totale elektriciteitsproductie van Nederland. De vijf sluizen voor het overbruggen van de 100 meter hoogste verschil passeren we met veel kabaal in de holst van de nacht. De holst du barrage van de Nigoto a beaucoup augmenté. Et on a construit une nouvelle ville. Et maintenant, donc, on est tous dans ce ferry. On va naviguer. We komen nu langs een doodskist die hoog in een klif lijkt te zweven. Een bijzondere traditie van deze regio. Hoe hoger, hoe dichter men bij de hemel is. We stappen over in kleinere bootjes met een drietal roeiers. Vroeger trokken deze mannen de boten met goederen langs de oever stroomopwaarts. Oui, we reizen verder naar Fengdu, de stad van de geesten. De doden moesten hier drie beproevingen afleggen, alvorens in de hemel of in de hel te komen. François zei: probeer niet je lichaam op te tillen, maar duw hem op de grond. De laatste avond van de cruise hebben we de keizer van China op bezoek voor een souvenirfoto. De volgende morgen dragen coolies onze koffers naar buiten,
terwijl we nog tijd hebben om de zoo van Chongqing te bezoeken. Pandas zijn hier de hoofdattractie. In de namiddag van 14 april vliegen we naar Xi'an, beroemd om zijn terracotta leger. Maar 's avonds gaan we eerst het bruisende centrum bezoeken. Terwijl we proberen de gids niet uit het oog te verliezen, belanden we opeens op een stille plaats met een moskee. In het kader van de etnische diversiteit binnen China moeten we dit uiteraard zien. Er leven nog ongeveer 60.000 moslims in Xi'an en ze hebben het hier in de tuin, zo te zien, naar hun zin. Mark begint de dag met de tai chi oefening van onze gids, meneer Hu. Ik vraag u om uw tickets goed bij u te houden. In de zaal die we nu bezoeken, ziet u twee wagens met paarden, geheel in brons. Maar de paarden zijn veel kleiner dan nu. Omdat voor de opening van de zijderoute de paarden hier klein waren, net zoals de Chinezen zelf. En nu de overdekte opgraving van het terracotta leger. ...2000 van de 8000 krijgers staan sinds 2200 jaar klaar als bewakers in het hiernamaals van de eerste keizer van China. In de omgeving van Beijing wacht een sportieve uitdaging op ons. Het beklimmen van de grote Chinese muur. En ja, de beklimming is steil, onregelmatig en lang, met hoge treden, waar we soms ook de handen moeten gebruiken. Op 17 april begint onze laatste dag in China met een bezichtiging van de hemelse tempel. Het rijk versierde bouwwerk is de gebedshaal voor de goede oogst. De keizer kwam er eens per jaar bidden. Deze tempel ligt in een uitgestrekt park, waar op deze zondag veel mensen zich verpozen. In China worden veel jongens aan de vrouw geholpen door koppelpraktijken. Het is tijd voor de verboden stad en met veel anderen passeren we de Meridiaanpoort.
De hal van de opperste vrede is de grootste en rijksversierde hal. Hier ontving de keizer de belangrijkste gasten uit zijn rijk en daarbuiten. In die tijd wilde de keizerlijke wet dat na het huwelijk de keizer 3 nachten met zijn gemalin moest doorbrengen. Zij had dus maar 3 kansen om zwanger te worden. En dan moest ze ook nog het liefst een zoon baren. Deze werd dan de troonopvolger. Het zomerpaleis ligt op de heuvel van het lange leven, aan een kunstmatig aangelegd meer. Het paleis is gesloten voor restauratie en we kunnen alleen de tuin en de oevers van het meer bezichtigen. Bij het vallen van de nacht zijn we terug op het plein Tiananmen, onder het wakend oog van Mao Zedong. Zijn opvolgers hebben een autoritaire staat opgebouwd. Deze laat de economie haar gang gaan, maar niet de Chinezen zelf. De camera's en het sociale kredietsysteem voor iedereen getuigen hiervan. Niettemin was het een bijzondere reis, waarvan ons de levenslust van 1,5 miljard mensen, ondanks de controle van de partij, ons het meest bijbleef.